We gaan vandaag kijken bij een erg ruim appartement. Het ligt aan de burgemeester Jonkheer Carlus van Uffertlaan. En het is een hoekappartement, deze hierboven. En veel lichtinval door de ramen rondom. Ja, aan de overkant van de straat, daar ligt het Apeldoorns kanaal. En vanaf hier wandel je ook zo naar het centrum van Apeldoorn. Het complex is in 2009 gebouwd en het appartement is voorzien van energielabel A. Er is een afgesloten entree met een videofooninstallatie. En in de ondergelegen parkeergarage is er een eigen parkeerplaats, een gemeenschappelijke fietsenstalling en er is ook nog een lift. We zijn er, op de eerste verdieping. We gaan snel binnenkijken. Hier bij binnenkomst in het appartement valt het gelijk op hoe groot het hier is. De woonkamer is een erg fijne ruimte. Veel lichtinval door alle ramen rondom. Een mooie eikenhouten vloer. En door de hoekligging kan je ook nog die kant op wegkijken. Het appartement heeft twee slaapkamers. De eerste slaapkamer is toegankelijk vanuit de woonkamer en beide kamers zijn van een goed formaat. De keuken in dit appartement is in lichte en moderne kleurstelling uitgevoerd en voorzien van complete inbouwapparatuur. Vanuit de hal is er een grote berging bereikbaar, het separate toilet en daar achter die deur bevindt zich de badkamer. Kijk die zelf maar even. En dit is de tweede slaapkamer en die is echt heel erg groot. En als laatste hebben we nog deze loggia. Hij zit nu dicht, maar bij heerlijk weer maak je hem zo open. En dan kan je hier ook heerlijk in het zonnetje zitten. Zie jij jezelf wonen in dit keurige, ruime appartement op deze centrale locatie? Bel dan maar snel voor een afspraak.